mijn naam is Pim. Ook op Wonkleun is jullie nummer 1 Pokémon HD op YouTube. En natuurlijk ook Twitch. En Pokémon heeft mij gewoon een mystery box opgestuurd. Want deze video is namelijk gesponsord door Pokémon Dick Shownun. En ze vroeg aan mij, zou je deze box samen met een andere Pokémon YouTuber open willen maken? Dus hier is die! Daar ben ik! Let's go! Welkom! Krijn de Poketuber, toch? Krijn de Poketuber, inderdaad. Ja. Ik vind het super tof dat je er bent. We hebben dus een hele mystery box met de nieuwste set producten. Dus alleen maar Astral Radiance producten zitten erin. Daar zit Astral Radiance in. Oeh, oké, vet. Dus ja, die gaan we lekker openmaken. Ja. En we hebben een pack battle ervan gemaakt. En volgens mij kan je er meer over vertellen hoe dat deze werk gaat. Wat mij heel lijp lijkt is natuurlijk elke pool die je eruit krijgt. Dus character art, V-card, V-star kaart. Allemaal een puntje waard. Oh, als je een secret poolt, dan vind ik dat je gewoon gewonnen hebt. Dan heb je gewonnen. Dan heb je gewoon straight-up gewonnen. Maar een extra regeltje wat ik ook vaak in mijn filmpjes voor laat komen. Is dat je een bonuspunt kan krijgen voor elke energy kaart die je raadt. Ja, we gaan natuurlijk de card trick doen. En dan komt de energy voorop. Als je die goed raden, krijg je een bonuspunt. Precies. En degene met de meeste punten die wint alles. Zullen we dat gewoon doen? Ja, degene met de meeste punten krijgt de inhoud van de mystery box. We gaan gewoon beginnen. En ik vind dat jij als eerste uit de ton mag pakken. Oké. Okay. Even kijken hoor. Wat zit er allemaal in? Oeh. Hey! Dit is wel heel tof om mee te beginnen. We hebben gewoon sleeves. We hebben de sleeves. Ja, die zitten erin. Dan kunnen we in ieder geval onze pools indoen. Als we die krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk geen Pokémon pack. Dus je mag nog een keer grabbelen uit de ton. Alright, daar gaan we dan jongens. En hoep. En het is gewoon een sleeve booster met de Sichuai erop. Kijk eens aan, jongens. Hisui en Dishidai natuurlijk de Astral Radiance Boost Packs. Zijn natuurlijk de nieuwste sets die net uit zijn. En er zitten alle gave Hisui en Pokémon in. Van de Game Legends Arceus. Heel gaaf. There we go. There we go. Ja, we gaan beginnen. Let's go. Wat ik altijd heel bijzonder vind, is dat in de sleeve boosters dan altijd nog een andere art kan zitten. In het pakje zelf. Oh, echt? Ja, kijk. Ja, dus hier hebben we de Hisui en Dishidai. En dan hebben we hier... Ik haal ze dus alle door elkaar. Maar ik heb dus een trucje geleerd. Dit is dus Dialga. Ja. Omdat Palkia begint met een P. De P van paars. De P van paars. Ja. Zo heb ik het geleerd. Iemand in mijn YouTube-comments had me dat geleerd. Ik haalde dat ook zo vaak door elkaar. Dus dat, dat is precies het juiste trucje daarvoor. Nou, laten we gewoon beginnen. Nou, dan gaan we als eerste de codekaart weggeven. There you go, jongens. Gaan we 1, 2, 3, 4 kaarten naar achteren. En dan is het tijd om alweer de eerste energiekaart te raden. Ik denk dat het de vuur-type energie is. Ja, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Ah, helaas. Het is lief. Helaas, jongens. Nou, onze eerste kaart is de Temple of Sinnoh. Heel tof. Dan hebben we de Ursa Ring, de Featherball. Oh, ik pak er 2. Ja, pak daar gewoon gelijk 2. Te enthousiast hier. Dan hebben we de Cyndaquil. Dan hebben we de Ponyard in Spagatoot. Best wel pijnlijk, hè? Ja, dat is heel erg een staal Pokémon. Dus, ja. Ik vind deze echt heel gaaf. Die is zo'n Growlithe. Die is echt vet, joh. Dan hebben we hier de Hisuian Voltorb. Ook niet verkeerd. De Rufflet. Oh. Geen character rare. Geen character rare, maar wel de Mantine met de Remoraid. Altijd leuk. En dan gaan we weer door naar de laatste kaart, jongens. 3, 2, 1. Ah. Helaas. Is de Vespiquen, jongens. Dat betekent dat het nog 0-0 staat. Ja, de sleeves blijven nog liggen. Niet kijken. Ook een sleeve booster met de Typhlosion art. Hisuian Typhlosion. Is een psychic Pokémon. Ja, klopt. Dat is ook een Palkia pakje. Nee, Dialga. We hebben het net nog uitgelegd wat het was. Ja, Dialga. Daar gaan we. Oh, kijk. Daar gaat zoveel sneller hoe jij het openmaakt. There we go. Ja, ik heb wel wat pakjes opengemaakt in mijn leven ondertussen. Daar gaan we. Oh, ik heb niet gegokt. Oh, hey, let's go. Ja, dan heb ik geen punt. Ja, ik ben het gewoon helemaal vergeten. Ik ben zo enthousiast gewoon, hè. Oké, Kranidos, Pillowswine, Choi. Teddy Ursa, Mantine, daar gaan we. Scyther, Hisuian Basculin, Hisuian Voltorb, 2 Hisuian Pokémon al. Galarian Moltres V, character rare, let's go. En dit is de enige bird die ik ook nog moet voor mijn collectie. Die heb je nog niet. Deze heb ik nog niet. Ik heb de Articuno en de Zapdos had ik al. Deze moet ik nog. Maar kan nog een dubbele hitter worden. Helaas. Ja, het is wel een holo. Maar geen punt. Alleen de 4-4. Oké, dat is waar. Maar oh mijn god, wat een gave kaart is dit, joh. Dit is zo gaaf. Ik vind die character rares echt een van de beste toevoegingen van de afgelopen sets. Ja. There we go. Dat betekent de puntje voor Pim. Puntje voor Pim. Puntje voor Pim, let's go. En dan mag jij eentje pakken uit het box. Oh, dat is niet één pakje. Ja, dat zijn er drie. Dat zijn er drie, jongens. We hebben gewoon hier een 3-pack blister met Eevee en een Charizard coin. Dat is heel gaaf. Toch nog een Charizard in deze set. Ja, inderdaad. Inderdaad, Charizard is natuurlijk een van de meest geweldige Pokémon. Zat niet in deze set, maar natuurlijk wel een paar hele andere gaven. Natuurlijk de Palkia, Dialga en natuurlijk nog een paar andere mooie alternate arts. Geef ik jullie alvast het codekaartje van het 3-pack. Nou, kunnen we deze even aan de kant doen. Hebben we natuurlijk de mooie Charizard coin. Oh.
Alles gewoon naar achteren gooien, jongens. En dan welke van deze drie gaan we pakken? Ik denk de Sommerot. Ja, en dan mag je die andere twee vaststellen. Ja, maar je mag ze voor mij ook alle drie openmaken, hoor. Ja? Zit er nog een 3-pack blister in? Ja, zeker. Kijk, dan doen we dat gewoon, we hebben, nog meer packs. Oh, dat houdt niet op, hoor. We hebben een hele box vol. Nou, dan is hier de codekaart. There you go. Yes. Gaan we 1, 2, 3, 4 kaarten naar achteren. En ik denk gewoon weer dat er een vuurtype energie onder zit. Ah. Fighting. Alweer fighting. Die hadden we net. Helaas. Nou, dan hebben we de Curlia. We hebben de Canceling Clown Stingier Spreetje. Ja. De Shieldon, de Togepi. Blijft leuk. Heel schattig. Magnemite. We hadden ook al een Togekiss. Ja, oh, kijk eens aan. Let's go. En dan hebben we hier de Ralts. De Hishman Sneasel. Hele vette full art heb je hiervan. Ja, die alternate art. En dan is hier de Miss Dravis. Is dit al... Ah, nee. Weer niet. Het is de... Geen character, hè? Gardenia's Vigor, ja. En daaronder zit... Het is Gardenia, volgens mij. Gardenia's Vigor. Ja, oh, ja, inderdaad. Ja, ja. Oh, mijn god. Nou, en hieronder zit alweer de laatste kaart. Daar gaan we dan, jongens. 3, 2, 1. Het is de Regice. Helaas. Steeds 1-0 voor de Monkel Man. 1-0 voor de Monkel Man. Maar ik ben ook echt heel goed in pakjes openmaken. Ja, laten we eerlijk wezen. Ik maak dus wel eens in mijn leven pakjes. Oh, je hebt nog 2 pakjes liggen. Maximum. Oh ja, maar we doen wel gewoon om en om, hoor. Doen we om en om? Ja. Zeker. Nou ja, er zit dus nog een 3-pack blister in deze mystery box met de Sylveon art. Ja, natuurlijk de Eevee. Ik heb de Sylveon art. Ook met de Charizard coin. De Sylveon. En we hebben natuurlijk van die prachtige sleeves gekregen van Pokémon. En dan ga ik beginnen met mijn packje. En dan moet ik nu niet vergeten die energy te raden. Ja, want dan was ik vergeten de energy kaart te raden. Want dat kan je gewoon bonuspuntjes. De bonuspunt voor de energy. 1, 2, 3, 4. Ja. En dan denk ik... Water. Ah, ja, jij zit elke keer in de vuur-energy. Ja, klopt. Zie je aanhouder wint, hè? Golden, ja, gewoon één energy stikken en dan hopen dat hij gewoon een keer komt. Hier is je Basculin. Voltorb, Glameo, Featherball. Oh, je gaat snel, jezus. Ja, ik ben echt heel snel, ben ik. Oké. Okay. Hey, weer een puntje. Oh mijn god. Waarom juich ik mee? Lucario V. Lucario V. Hele gaaf Pokémon natuurlijk. Lucario is sowieso een van de fan-favorite altijd. Ja. Zeker. Vooral die Lucario V-Starbox vond ik echt heel lijp. Nou, oké, daar gaan we. Weer een Typhlosion pakje. Ja, jongens, dit gaat open als boter. Let's go. En dan hebben we hier Delacorde. There you go. 1, 2, 3, 4. Ja. Geef mij eentje. Ja, ik ga het gewoon weer zeggen. Vuurtype. Nee! Nee! Ja, ik dat zeg is een bonus, het. Dat is de bonus. Aanhouders winnen. Ja, ik zeg het je. Oh, kijk eens aan. Weer de Featherball. We hebben de Hippo. Ik zie ook een randje. Nee! Oh, wacht eens. Ja, nou je zegt. Ik zie ook een randje. Oké, okay, we hebben de Energy Lotto. De Barboach. Dan is daar onze Scyther. Onze Eevee. Oh god, ik kan niet meer wachten, jongens. Teddy Ursa. Ponyard. En we hebben een Beedrill. Dat betekent dat het in 2-2 staat. Ja, ze staan gelijk, jongens. Alleen let's maar go. Omdat je die Energy goed geraden hebt. Ja, dat kan echt veel doen, die regel. Daar gaan we. Dames en heren, we gaan zo'n Pokémon pack gaan we openmaken. Yes. En ik moet even die energy goed raden, want dan... Oké, daar gaan we. Ik ga ook aanhouden met water. Ah, kom op. Dan heb ik een pool nodig. Ik heb een pool nodig om voor te komen. Combi ook. Pak gewoon 2 tegelijk. Drifloon, Psyduck, Togepi, Magnemite, komt ie. Togekiss. Alweer. Ah, nee, geen punt. Alleen alle packs tot nu toe nog een punt, maar... Helaas in deze niet. Nou, dan gaan wij onze Mongoloid eens inhalen. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Zeker wel. We hebben hier... Dit is maar je gaat niet mijn Moltres aftappen. Die heb ik nog nodig voor mijn collectie. Ja, dat is waar. Het is alles of niks, jongens. Die Moltres heb ik nog nodig, jongens. Ja, nu is het wel spannend. We hebben hier de codekaart. Dan gaan we 1, 2, 3, 4 naar achteren. En geef mij Nee, niet weer vuur. Vuur? Nou. Dat zou echt heel leuk. Oh, dat zou mooi zijn. Oké, okay, we hebben de Psychic Energy. B-Sharp. Dan is daar onze Choi. Kilaan. De Quilava. Teddy Ursa met de halve maan. Dan is daar de Mist Ravens, jongens. De Sneasel. Barboach. Scyther. De Overquill. Heel gaaf. Jawel! Ah, yes! Helaas. Gewoon blij dat er geen poe is, hè? Oké. We staan nog steeds gelijk. En ik ga door naar de... Dat is alweer jouw laatste pakje van ook van de Ja, van de blister. Ja, zeker. Oh. We gaan er echt als een gekend doorheen, joh. Komt, ja. Water. Ja! Ja! Nee. Lekker! Puntje voor Pim, puntje voor Pim. Die vuurste zegt me. Ja. Jij hield ook water aan. Ja. Ik stick to one energy, ja. Ja, beter. Canceling Clone, Psychic Water, Pokémon natuurlijk, Togepi, Magnemite, Ralts. Die is weer Sneasel, Washable. Zit er nog iets onder? Ah, helaas. En dat betekent... En Hoeveel zit er nog in? Ik zal weer krabbelen. Er zitten nog 4 packs in de box. Alright. Zal ik er dan alvast 2 pakken? Pak er maar 2. Alright. Dit is de eerste. En dan is... Dit de laatste, jongens. We hebben hier de Decidueye pakje. En deze gaan we nu openen. We hebben een...
Oh, hallo. Oh, wat mooi dit. Ik heb ook nog twee. Oh, jij hebt ook nog met promo's. Ik heb met promokaarten, jongens. Met de hele Swampert... Evolution Line. Evolution Line. Nou, kijk eens aan. Gaan we hier gewoon mee beginnen, toch? Let's go. Nou, dan is hier natuurlijk de codekaart, jongens. En dan is hier de hele evolutielijn. We hebben hier onze Swampert. En daar zijn de andere twee, jongens. Ah, kijk, die zijn daar. Let's go, jongens. Mudkip en Marstomp. There you go. En dan doen we dat allemaal voor dit ene pakje van Samurott, jongens. Geen poe, geen poe, nee. Geen poe, geen wel, poe. Maar wel het energy kaartje, die gaan we sowieso raden. Mijn gedachte zegt dat het een dark type energy is. Dus dat is gewoon wat wij gaan raden, jongens. Echt? Ja. Ik hoop nu dus echt dat het heel erg puur energy wordt. Oh, nee, 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 nee. Ah! Nee! Je hebt helemaal geen energy. Oké, nou jongens, ik denk dat hier de V-Star ja, is. Nee, 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 dat was een dark. Ja, jongens, puntje erbij. Ja, ja, ja. Dark energy zei hij. Wat jammer dit. Het wordt lastig energy raden als er geen energy in het pakje zit. Inderdaad, helaas. Nou, hier is de Fur Ugly. Daar hebben we dan de Uxie, de Energy Loto, de Rowlet, de Bronzong. Kunnen we ook nog de Bronzong poelen? Dan is daar onze Oshawott. Dat is een character rare, hè, Bronzong? Ja, daarom. Precies alle punten die we kunnen halen. Dus, nee! Weer niet! Weer niet! En de laatste kaart... Ook niet! Ook niet! Het is de Rapidash. Maar dat betekent, je hebt nog één pack. Je moet dus of de energy raden met een pool, ja. Of een dubbel pool. Ja. Oh, alles winnen. Ja, maar als jij nou... Jij en ik heb nog pakjes. Twee pakjes heb ik nog. Oh. Ik heb ze overgemaakt. We gaan door, jongens. Oh. Dames en heren, we gaan door met de Palkia pack. There we go. Oeh, volgens mij zie ik een randje. Nee, dat ja, is ja, niet. Ja, 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 ja. Oh, mijn god. Oké, okay, daar gaan we. Ja, there you go. Dark energy. Dat onze jongen gewonnen heeft, ja. 4-2 voor de Monkel Man. Oh my god. Hippodown, Dartrix, Psyduck, Togepi. Het voelt zo goed. Ik vind winnen dus leuker dan verliezen. Hè. Daar ga ik gewoon heel eerlijk in zijn. Sneasel. Ik hoop wel dat er een hele vette pool nog in zit. Jullie en... Oh! En ook dat is ziek het ja, 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 ja. Dan win je automatisch. Oh, die is heel gaaf. Dat is heel... Wauw, de Typhlosion. En die heb ik dus ook nog niet, hè. Meen je? Nee, die heb ik ook nog niet in mijn collectie, dus... Oh, wat gaaf. Wat lijkt dit. Zo, dit is echt niet normaal. Jeetje. Kijk wat voor een mooie kaart we wel hebben. Dat is echt insane. Nou, jongens, we hebben nog één pakje te gaan, dus... Ja, en ik heb dus ook een pak. Maar ik heb dus al de Secret Rare, hè. En de regel was natuurlijk... Als je de Secret Rare... Je hebt gewonnen. Ja, of jij moet nu ook een Secret Rare. Maar ja, dan moet je ook nog de Energy en een dubbele pool hebben. Precies. Ja, ik wel heel erg lastig zo, hè, ja. Oh. Ik moet wel zeggen, ik had hele goede pakjes, had ik. Ja, echt waar, joh. Niet normaal dit. Nou, dan hebben we hier de codekaart. 1, 2, 3, 4. En water. Ah. Nou, jongens, hier kan ik niet meer van terugkomen. Ja, en ik heb dus nog een pack, hè. Ik heb nog een pakje. Pack. Nou, dan is hier de Electric Energy. We hebben de Uxie, de Overquill, de Kamado. Ik ben hier gewoon kaarten voor Pim aan het trekken. Ja, 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 ja. Dankjewel, we gaan dankjewel. Nog snel doorheen. De Krikketot, de Sudowoodo, de Combi, Drifloon. En krijg je nog een extra hit? Dat zou lekker zijn. Nog een Secret Rare, ja, ja. Nou, het nou, is wel dan. De Holo Bastiodon. Let's en, go. Die kan er mooi in de charm en de sleeve. Die kan mooi in een sleeve. Oh, jongens toch. Alleen maar een V-kaartje gepoeld. Oh. Je hebt maar één V-kaart gepoeld, hè? Maar één V-kaartje. Dat is het enige wat ik heb gepoeld. Daar gaan we. Okay, ja, het maakt hem niet meer uit, weet je. Het maakt hem niet meer uit. Dan ga ik het ook gewoon niet doen. Besef, ik heb gewoon twee keer niet geraden. Oké, okay, nu is het spannend, jongens. Cyndaquil. Cyndaquil en... Helemaal niks in de laatste pack. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb deze drie. Je krijgt allemaal mijn kaarten er nog bij, alsjeblieft. Let's go. Krijn, bedankt dat je er was. Geen ik vond het superleuk om jou deze pack te doen met de Mystery Box. Ja, superleuk dat ik mee mocht doen. Ik ben heel blij met de pakjes die erin zaten. Maar de inhoud ervan was wat minder voor mij. Maar heel goed voor mij. Heel goed voor jou. Ik ben heel blij met mijn Pokémon kaarten. Dankjewel. Ik hoop dat jullie allemaal weer bij de volgende video aanwezig zullen zijn. Like deze video nog even als je het tof vond. En subscribe op mijn YouTube kanaal. En dan zeggen we allemaal tot ziens. Tot ziens. Later.